Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Uitredende kabinetsdirecteuren ontvangen certificaat van waardering. Minister Ramdin lanceert online platform voor high-level security conference. Europese Unie stelt 13 miljoen euro beschikbaar voor duurzaam bosbeheer. Covid-maatregelen voor quarantaine en isolatieplicht aangepast. President Santokhi roept tijdens Earth Hour op tot saamhorigheid. En Hardeo Ramadin biedt vijfde deel dynamiek in de politiek aan staatshoofd. Melissa Santokhi Sinacheri, Arun Hardin en Alvin Roosveld doen een stap terug als directeuren op het kabinet van de president. Het drietal is op vrijdag 25 maart 2022 op bijzondere wijze voor dienst en loyaliteit bedankt door president Chandrika Prasad Santokhi. Zij mochten elk een certificaat en een award in ontvangst nemen. Alvin, niet makkelijk gaat. En je gaat nog de komende dagen getrokken worden door de CDS. Laat het tijdig los. Maar woordvoerder wil zeggen dat je heel dicht bij de president bent nu. Op afstand heb je wat klappen gevoeld. Maar in de huid van de president kruipen moet voor jou geen probleem meer zijn, want je weet hoe ik ingericht ben. Je weet hoe ik ingericht ben. Ga je dagen, er komt een heel rooster. Dat je frequent betrokken gaat raken. Maar ik moet elke dag jouw stem horen. Alle vergaderingen die ik daar beneden, alle besluiten, ik moet jouw stem horen. Dit is vandaag besloten. Dat is vandaag gepresenteerd. Dit is de bedoeling. Bedankt voor je durf, moed in moeilijke tijd, in crisistijd. CDS te leiden, te transformeren van NII naar CDS. En we gaan door met het transformatieproces. Dan gaan we naar directeur PBA, politiek, bestuurlijk, beleidspolitiek, ja, aangelegenheden. En we hadden een probleem om hem te vervangen, want we konden geen één persoon die alles kon. Heer Hardin, we hebben geïnvesteerd in jou als directeur. Geïnvesteerd met beleid, met verantwoordelijkheden, met vertrouwen om met heel wat vraagstukken om te gaan. We hebben gezien dat je heel loyaal hebt opgesteld. En toen ik je riep dat er andere verantwoordelijkheden voor je zijn, totaal niet voorbereid, onverwacht, omdat we kandidaten zochten voor de functie van ambassadeur in India. En mijn profiel was, moet een jonge geest zijn, ondernemingsgeest, persoon op wie ik kan rekenen, goed beleid kan uitdragen, investeerders kan aantrekken. Ja, hadden we enorm veel moeite om de juiste kandidaten te vinden. Omdat dit een transitie betekent in ons beleid. Dat we meer uit India moeten halen dan alleen culturele samenwerking. Dan alleen creditline projecten. We moeten grote projecten halen. We moeten megaprojecten halen. En daarvoor heb ik mensen nodig die dat kunnen. Je hebt direct gezegd dat je aan kan. En dat geeft ook aan namelijk dat je bereid bent. Andere uitdagingen aan te gaan en verantwoordelijkheid te accepteren. Bedankt ook voor jouw bijdrage. En veel succes toegewenst. En laat mij hier alleen maar investeren zien vanuit India. En dan kom ik bij Gerard Adi, we danken haar. Wat jouw droom is, blijf dromen.
Wat voor jou is weggelegd, gaat niemand van je afpakken. En wat God als bestemming voor jou heeft, gaat niemand van je afpakken. En datgene wat in de toekomst, in het verschiet voor jou ligt en wat voor jou bestemd is, ongeacht wat, dat ga je krijgen. Maar wat je nu doet, is wat ik altijd vraag. Werk hard. Doe je best. En God doet de rest. Melissa, many thanks. Voor al je bijdrage. Suriname is volgende maand gastheer van de High Level Security Conference. Om vooral de communicatie tijdens deze grootse bijeenkomst goed te doen verlopen, is er een conferentieportaal opgezet. Met een druk op de knop verrichtte minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking op zaterdag 26 maart de launch van dit online platform. We zijn blij dat we deze launch kunnen doen, omdat inderdaad, zoals gezegd, op 21 en 22 april hier in Suriname, op basis van het initiatief van Suriname, een high-level conferentie wordt gehouden met betrekking tot grensoverschrijdende criminaliteit en de veiligheidsuitdagingen die dat met zich mee zullen meebrengen. Dus het is echt een samenwerking tussen drie ministeries, Defensie, Justitie, Politie en het ministerie van Bibis. We hebben allemaal verantwoordelijkheden voor het nationale veiligheidsbeleid op componenten. En met de ondersteuning van het directoraat Nationale Veiligheid zijn we nu bezig in een afrondende fase om zowel inhoudelijk als technisch, logistiek, organisatorisch op 21 en 22 april de conferentie hier in Paramaribo te hebben. Mijn complimenten in elk geval aan de organisatie voor deze eerste publieke mijlpaal. En het is, we kunnen misschien niet alles oplossen, maar dit is een hele goede stap vooruit bij de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. Mijn collega heeft zojuist uitgelegd het belang van de conferentie en ik zal daarop dieper ingaan van waarom. Want vaak lijkt het alsof dit niet de gewone burger raakt, maar ik denk dat, of niet, ik geloof dat georganiseerde criminaliteit, transnationale georganiseerde criminaliteit, een heel ernstig fenomeen is in elke samenleving. En dat het niet alleen de samenleving van een bepaald land raakt, maar dat het impact heeft eigenlijk op andere landen, de hele wereld en de hele gemeenschappen en regio's eigenlijk. Dus onveiligheid in een land betekent ook onveiligheid in de regio. En daarom is het heel belangrijk om samen te werken en acties te ondernemen om het aan te pakken. De essentie is praten over samenwerking, praten over de issue, praten over de belangrijkheid voor Suriname, waarbij we dus natuurlijk gaan we analyseren het verleden en de bestaande situatie, de bestaande samenwerkingsverbanden die er zijn met bepaalde landen natuurlijk. We denken eerst in de regio, Guyana's geld. We denken aan Suriname sowieso als organiserend land, maar ook aan Guyana, aan Brazilië, aan Frans-Guyana, Frankrijk. Ja, dat zijn dus de landen die sowieso betrokken zijn. En we gaan kijken naar de bestaande samenwerkingsverbanden. We gaan kijken, analyseren de bedreigingen en de oplossingen die we hebben voor aanpak. Dit portaal is de logistieke basis van de informatiestroom en buiten de HLSC met betrekking tot transnationale en nationale veiligheid. Ik wil dit even erbij zeggen. Ik kreeg zojuist ook de informatie binnen, terwijl we zo bezig zijn. En dat is het leuke van het portaal. En welkom ook voor het meekijken CNN, Latin America en Reuters, die op dit moment ook zijn ingelogd. We moeten, zoals de minister net reeds zei, de jongeren bij betrekken. Dus onze officiële hashtag-campagne wordt vandaag ook hiermee gelanceerd. En daarmee sluit ik af. Hashtag HLSC 2020.
De Europese Unie stelt een bedrag van 13 miljoen euro beschikbaar aan Suriname. Dit bedrag is bedoeld ter ondersteuning van investeringen in duurzaam bosbeheer. Het betreft een meerjarenprogramma dat loopt tot 2027. Hierover is op vrijdag 25 maart jongstleden een onderhoud geweest tussen een regeringsdelegatie en een afvaardiging van de Europese Unie. Suriname komt als een van de weinige landen in de regio in aanmerking voor een eigen meerjarend steunprogramma. De uitvoering van dit Multi-Annual Indicative programma van de Europese Unie ligt in handen van de ministeries van Grondbeleid en Bosbeheer en Ruimtelijke Ordening en Milieu. Naast minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning zaten ook minister Bronto Somohadjo als ad interim van Grondbeleid en Bosbeheer en Silvano Tjongahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu aan tijdens het gesprek. De EU heeft als belangrijke ontwikkelingspartner van Suriname sinds 2003 ruim 100 miljoen euro via verschillende programma's beschikbaar gesteld. De meest recente cijfers van COVID-19 in Suriname wijzen uit dat naast een hoog beschermingsgraad er ook sprake is van een laag sterftecijfer. Aan de hand van deze constateringen hebben de verantwoordelijke instanties besloten de quarantaine- en isolatieplicht voor COVID-19 te versoepelen. Directeur Rakesh Gayadar Sukul van Volksgezondheid maakte de aanpassingen bekend tijdens een persconferentie op vrijdag 25 maart. Dus aan de hand van deze cijfers en constateringen zijn de volgende maatregelen genomen. Ten eerste adviseren wij om de Mohana-regels voorlopig voor te zetten. Verder is er nu het advies om quarantaine op te heffen. Dus vanaf nu zal er geen indicatie meer zijn voor quarantaine. Dus ook na nauw contact met iemand met bewezen COVID-19 hoeven mensen niet thuis te blijven. Daarnaast volgt ook het afschaffen van isolatieplicht. Mensen met een positieve test hoeven niet meer verplicht in isolatie. Bij mensen die veel hoesten kan besloten worden dat ze tijdelijk thuis blijven conform andere infectieziekten. Bij milde klachten mogen mensen in principe naar hun werk. Hen wordt wel met klem geadviseerd om gedurende 7 dagen minimaal een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dat is om de transmissie te beperken. Dezelfde maatregelen gelden voor mensen met klachten die niet zijn gaan testen. Dus ben je gaan testen, positief getest, als je milde klachten hebt, kan je toch nog aan het werk met het behouden van een chirurgische mondneusmasker. En wat heel erg belangrijk is, dat de huisarts in samenspraak met de bedrijfsarts het beleid zal bepalen bij personen met klachten. Verder wordt er ook geadviseerd om mondneusbedekking bij kinderen op de lagere school om die plicht af te schaffen. En het advies is om de verplichting om een mondneusbedekking bij kinderen die te laten vervallen. Bij leerkrachten adviseren we om de Mahana-maatregels voort te zetten, zoals dat bij de gewone populatie ook geadviseerd is. Dus dit is dan omtrent quarantaine en isolatieplicht. Saamhorigheid, eenheid en natiebevordering. Tot deze drie waarden heeft president Chandrika Prasad Santokhi op zaterdag 26 maart opgeroepen. Het staatshoofd sprak op het onafhankelijkheidsplein ter gelegenheid van Earth Hour,
waarbij wereldwijd de verlichting en andere elektrische apparatuur voor 1 uur worden uitgedaan. Ik ben als president in hoogst eigen persoon hier aanwezig om stil te staan bij de Earth Hour, waarbij straks de lichten uitgaan. En dat is de bedoeling, dat we ook in Suriname de lichten uitmaken voor 1 uur. We gaan allemaal in het donker. En dat gaat de hele wereld doen. Maar belangrijker is nog waarom we dat doen. Het is niet alleen om die energiebesparing, welke je ook zult merken in je portemonnee. Maar het gaat om onze natie. Het gaat om onze toekomst. Wat wij als mensen willen maken van onze toekomst met ons milieu, met onze natuur, met onze biodiversiteit. En daarvoor moeten we stilstaan. En u weet, als het donker wordt, dan worden we even onrustig. Dan worden we even onzeker. Dan worden we even angstig. En dan zoeken we elkaar op. Het thema wat voor deze Earth Hour centraal staat, is namelijk: let's come together to take care of each other and the one whom we all share. When I was thinking of what to say, I decided to say, oh, what a beautiful night we have here in Paramaribo. And I believe it still is a beautiful night, President Santokhi. The showers are just showers of blessing. Standing here on Independence Square with you and in front of the beautiful people of Suriname, I have to say is an exceedingly special moment for me personally. I've learned a little of the history of Suriname and the path that has brought you here. And as a son of the soil of your neighbor Guyana, I can say to you and the people of Suriname, you inspire me. And you inspire many, many others like me. Thank you. Het vijfde deel van de dynamiek in de politiek aan de hand van politiek analist Hardeo Ramadien is uit. De auteur heeft op donderdag 24 maart 2022 een exemplaar van zijn nieuwste uitgave aan president Chandrika Prasad Santokhi overhandigd. Het boek handelt over de ontwikkelingen rondom de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020. Dit boek gaat over de laatste verkiezingen welke gehouden is op 25 mei 2020. Ja. Het bestaat uit 2 delen. Het eerste deel, dynamiek in de politiek, deel 4, had ik vorig jaar aangeboden. Maar deel 5 heb ik pas aangeboden omdat het bij deel 4 te dicht zou worden. Dus dat andere boek was 200 pagina's en hierin heb ik meer de RR en DR-leden verwerkt in een apart boek. Het is ook iets van 150 pagina's geworden. En ik dacht, het is belangrijk, we hebben 772 RR-leden in heel Suriname. We hebben 118 DR-leden en laten we die RR en DR-leden goed in beeld brengen. En in dit boek, als je gaat kijken vanaf Paramaribo tot alle districten, alle namen van de DR en de RR-leden komen en namens welke partijen ze zich gekozen zijn in een bepaald kader. Want dan beschrijf ik de districten, maar ook maak ik een flashback, terugblik van de verkiezingen. Wat was de uitslag van de diverse politieke partijen in de verschillende districten. Zo probeer ik een beeld te geven, want vaker praat men niet over de RR en de DR-leden, terwijl zij eigenlijk de basis van de partij zijn. Ze zijn officieel gekozen door de kiezers. En je moet ze dus een keertje niet alleen DNA-leden of ministers in beeld brengen. Maar zo heb ik gemeend in dit boek. En dat kunt u, alle mensen kunnen dat lezen, kopen, lezen. En dat is goed verwerkt in dit boek. De president heeft een heleboel complimenten gemaakt dat het er mensen zijn die ook alle andere DNA-leden op regionaal niveau in beeld brengen. Hij vond het prachtig, want hij weet het. Ik heb een aantal politieke boeken, 7 of 8 politieke boeken geschreven. En de meeste boeken heeft hij ook van mij gehad. Niet als president, ook als
andere hoedanigheid. Ik heb Boeken aangeboden. Toen was hij minister. Later was parlementariër. En hij kent mijn Boeken heel goed. En ik ben heel... probeer ik de dingen vast te leggen. Niet alleen voor mij. Maar over 20 jaar, 25 jaar, als iemand wil weten wie waren de assembleeleden, wie waren de DR-leden, kunnen ze allemaal opzoeken. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.